Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Sam heeft buisjes. Is het goed gegaan, Niels? Ja. Mooi. Hi. Als ik het nog niet had gezegd, welkom bij een nieuwe Ups and Down. En het was mijn ochtendje wel, maar dat ga ik jullie later al vertellen. Toen had ik heel even niet meer gevlogd. Ik heb echt van alles gedaan. Ik ben... Nadat ik Sam en Niels heb opgehaald, ben ik naar de winkel geweest. Toen ben ik thuis gekomen. Ben ik boven gaan poetsen. Niels is ondertussen de kinderen op gaan halen. Ik ben nog even bij de huisarts geweest. En nu ben ik alweer aan mijn eten bezig. Niels, kan jij aan iedereen vertellen hoe het met Sam gaat? Nou, Sam is lekker buiten aan het spelen, dus het gaat fantastisch met Sam. Ja. Net zoals Liam nergens last van. Ja, dat. Dus het gaat goed met Sam. Ja. Mooi. Dus ja, hopen dat vannacht ook allemaal prima gaat met hem, toch? Ja. Dus we gaan het zien. En nou daar lekker eten. Ja. Weet je ook al wat we eten? Eten. Sperziebonen, hamburgers en aardappel balletjes. Leuk. Ja? Oké, dus dat. Een hele goede morgen. Niels is werken. Nou ja, werken. Hij is aan zijn eigen bus bezig. Zijn bus is goed gekeurd. Maar hij moet de bus wel in orde hebben. Omdat hij ook hele lange stukken rijdt. Dus daar is hij nu dingetjes aan doen. De remblokken moesten vervangen worden. Die waren nog niet helemaal op. Maar die moeten wel gebeuren. Zo had hij nog een paar meer dingen die hij nog moest vervangen. Dus daar is hij nou mee bezig. Liam en Sam zijn hier de boel aan het afbreken en aan het spelen. Jordi die zit Boomba te kijken op de televisie. En ja, vanmiddag als Niels thuis is doen we weer even gaan poetsen. Want vanavond hebben Niels en ik een date night. Ja. Dan komt de oppas hier. En die gaat oppassen op de ettertjes als ze in bed liggen. En Niels en ik kunnen dan eventjes lekker uit eten. Dus dat is wat we gaan doen. Dus ja, dat. Ik moet daar ook nog wel even de vaatwasser inruimen. En dat soort dingen allemaal vrij maken. Maar nu zit ik even op de bank. Ik moet mezelf even dwingen op de bank te zitten. Met de kopmoer nog steeds. Dus dat. Even voor de jongens... ontbijt gemaakt. En dan bedoel ik ontbijt als in een lekker bordje. Gewoon lekker snaaien bordje. Dus dat heb ik gemaakt. Voor Jordi heb ik gewoon fruit gemaakt, want voor Jordi werkt dat allemaal niet. Dus dat. Ik ga even drinken voor ze maken. En dan Jordi fruit maken. Inmiddels hebben ze om een tweede geroosterde boterham gevraagd. We zijn lekker aan het snacken. Ja. Hier is de regel. Als bijvoorbeeld Liam om een tweede vraagt, dan krijgt Sam dat ook. Of je het nou wel of niet opeet. Wat dat betreft zijn ze gewoon gelijk. Bij Jordi hoef ik dit allemaal niet te doen, want dan moet hij allemaal niet. Ik denk dat hij me vermoordt in zijn slaap. Want dat is anders dan wat hij gewend is. Die twee kunnen dit echt wel waarderen. Jordi is nu lekker zijn ranjaatje aan het drinken. Ik ga even ook een boterham eten. En dan ga ik iedereen hun luier doen. Ja, weer was aanzetten in de droger, want mijn wasmachine is klaar, hoorde ik. Dus zo blijf je bezig. Hier wordt zelfs geruild. Want Liam heeft graag watermeloen. En hij heeft de druifjes en framboosjes aan Sam gegeven. Dus er wordt zelfs geruild hier. Nou, prima. Als jij dat graag wil. En Sam vindt dat prima. Lekker doen. Het is en blijft vandaag verwenddag. Sam houdt heel erg van roosterbroodjes. Jordi lust dat ook heel graag. Liam lust dat niet. Dus ik heb voor Liam heb ik geroosterde boterhammen met kaas gemaakt. Dat vindt hij dan weer wel heel erg lekker. Dus dat. Ja, ze zitten lekker te smullen. En ik ben ondertussen Jordi eten aan het geven.
Dus ja, het blijft vandaag Venlo. Hij heeft dat zelfs liever dan tosti. Gewoon simpele, geroosterde boterhammen met kaas. En roomboter. Alsjeblieft, jongen. En ondertussen ben ik Jordi eten aan het geven. Gewoon lekker, relax. Moet gewoon kunnen. Is lekker, hè? Yum, yum. Ja, hij vindt het lekker. Niels is nog niet thuis. Maar ik heb behoefte aan even iets met suiker. Want hè, de kinderen. Nou had ik deze gezien bij de Jumbo. Nee. Duop en notie. De chocopasta vind ik altijd wel lekker. Het zijn wafelrepen. Dit is hazelnoot en vanille met karamel. Ik moest een beetje denken aan toen ik het zo zag, een beetje aan de Lion. Weet je wel, die oude, die van vroeger, zeg maar, die Lions. Misschien hebben ze, jawel, die zijn er nog steeds. Het ziet er zo uit. Het doet me ook wel denken aan een knopper qua smaak. Het smaakt totaal niet naar een Lion. Maar lekker. Qua smaak smaakt het een beetje naar een knopper, vind ik. Joef! Joef zit op de gang, want de kinderen zijn aan het eten. Anders gaat ze het allemaal afpakken. Maar zij hoort dan van alles bij de voordeur. Dan moet ze blaffen. Kan gebeuren. Het is wel heel zoet, maar ja, hè, wat wil je? Wel een aanrader om te proberen. Ik denk ook wel dat ik het eerder, dat ik het zeg maar, kijk, nu heb ik het gehad. Dan koop ik het een tijdje niet. En daarna denk ik, ja. Eigenlijk is het gewoon een knopper met karamel. Zo moet je het eigenlijk zien. Wel lekker. Ja. Aanrader. Dus wat Sam de laatste tijd heel veel doet, is komen knuffelen met die mama. Hè? Suicide Sam, hè? Ja. Dan gaat hij op zijn stoel staan. Dan zit ik hier. Dan gaat hij op zijn stoel staan. Dan springt hij bovenop me. En als ik niet snel genoeg ben, ja, dan flikkert hij. Hé, hey, klaar met happen. Wat is dat? Doe maar weg. Doe maar op de, in de wasbak. Ben je klaar met happen? Doe je dan je bordje eventjes in de keuken zetten, schatje? Ben je nog niet klaar? Oké. Okay. Oh. Ga je weg? Ga je weg? Ga goed zitten dan. Zo. Je bent weg. Met je snotneus. Mwah.
toet, toet. Toet, 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 toet. Nou, kom je eens hem aaien, dat is lief. Ben je klaar met happen? Doe je dan je bordje even in de keuken zetten? Jawel, als je klaar bent met happen kun je dat ook even doen. Dat kan jij heel erg goed zelfs, dat heb je al vaker laten zien. We hebben beneden gepoetst, dat is nu aan het drogen. Ik heb van de week hierboven gepoetst. En bij Liam en bij Jordi is het allemaal nog netjes. Als in, het is goed toonbaar en te doen. Maar Sam heeft huisgehouden in zijn kamer. Tadaa, ga ik even opruimen. En dit is een bed. Dus dat. Ga ik even doen. Dit is een stuk beter. Hoppakee. Tadaa. Stuk beter. Weer toonbaar. Dus dat. Zo dadelijk douchen. Mijn wenkbrauwen doen en zo. En dan ja. Komt de oppas dadelijk. Of ja, straks na het eten een keer. En dan gaan we zo doen. De hoofd op. Ja, we zijn weg geweest. Ja, we zijn lekker uit eten geweest. Wat heb je gegeten? Weet je dat? Gamba's. Hè? Ja. Daar gingen jullie. Gamba's en iets met kalf. Kalfs en trico. Ja. Die ja. Ja. En daarna nog toetje. Mm-hmm. Wij zijn bij de Stip. In Den Bosch feest eten. Ja. En onze oppas die heeft opgepast. En het was makkelijk voor haar, zei ze toch? Ja, want de kinderen hebben gewoon lekker lezen neurken. Ja. En ze is nu weer naar huis. En... Wij gaan zo slapen. Ja, wij gaan dadelijk een keer slapen, ja. Dus bij deze. In de volgende swipe. Dan ga je zien dat het alweer zonder is. En nee, ik heb de avond niet gevlogd, want we hadden gewoon even quality time met z'n tweeën. Goedemorgen. Ik ben nog niet zo heel lang wakker, maar Niels wel. Niels, je zit hier nou met Jordi. Dit zijn de momenten dat je echt kan zien dat Jordi nog echt wel een babytje is. Qua gedrag en qua doen en laten. Nee, papa geef. Want Jordi die krijgt rust op het moment dat hij zo bij Niels ligt. En dan kan hij het allemaal drinken. Bij mij doet hij dat niet, maar bij Niels wel. Bij Niels wil hij dan altijd nog even een babytje zijn. Maar wel een knijpje wat zo is. Ja. Ja, ze hebben in de keuken, schat. En open. Ja. Wat Jordi altijd doet, als hij snot heeft, hij smeert het over zijn hele gezicht uit. En hij wil dat natuurlijk niet schoongemaakt hebben. Dus ja. Hi. Hi Sam. Sam is ook een snotte vondje, hè? Hartje. Hartje. Oh, oké. Okay. Kusje. Lekker ding. Ja. Dus ach ja. Ik ga daar ontbijt maken. En dan gaan we zien wat de dag ons gaat brengen. En weer lekker ontbijtje eten. Wij eten vandaag zoute rijst met kip en salade. Mijn marinade voor mijn kip. Ik ben al naar de winkel geweest. Dus een bekerglas vol met ketchup. Dan gaat erbij Laos, Jahe, eierpoeder,
knoflookpoeder en peper. Dat is wat ik erin doe. Moment. De hond begon te blaffen, want stond iemand aan de deur. Alles zit erin. Dat ga je mengen. Je kan er ook nog wat olie bij doen, maar ik ga dit in de oven doen, dus dat is niet nodig. Ondertussen staat hier een kind bij me, want hè, mama is weer eens iets met eten aan het maken, dus interessant. Joef, hou op. Liam, je hoeft niet voor het raam te staan. En van hoeveel je alles erin doet, ja, dat is gewoon een kwestie van doen. Ik heb hier geen hoeveelheden voor. Het is gewoon, ik doe maar wat. Ik ben even aan tafel gaan zitten, want dan kan ik het makkelijker laten zien. Ik heb hier kippenbout en alles schoon in liggen. Kippendijfilet. Wat je ook kan doen met deze marinade is gewoon als je de kippen stukjes snijdt, laten marineren en dan kipsaté kun je er dan van maken. In dit geval gaat dat straks bij mij in de oven en ja, dat. Dit gooi je er gewoon zo bovenop. Oh, oh jee. Zo, het is weer opgeruimd. Ben weer schoon. Maar ja, dit doe je gewoon even zorgen dat alles goed in de marinade zit. En zorgen dat dit lekker eventjes een paar uurtjes kan marineren. Dan wordt het allemaal veel lekkerder van. En dan gaat het straks lekker in de oven. Waarschijnlijk iets van een uurtje. En dan 180 graden. Je kan daar lekker allemaal garen en doen. Hoppakee. Ja echt? Ga je auto rijden? Dus kip. Mooi. Ja, is lekker. Mooi? Mooi. Ja, vind je het mooi? Mooi. Ja? Dan ga je straks ook eten. Maar dan ziet het er zo uit. Deksel erop en een paar uur laat staan. Kan in de koelkast, maar het kan ook buiten de koelkast. Het is maar net waar je zelf het prettig vindt. Ik had ook een appelkaneelcake gemaakt, maar die is alweer half op. Krijg je ervan als je zulke lekkere snoepkonten hebt. Zodra ze het zien, gelijk als hyena's erop af. En dan is dit het resultaat van een paar uurtjes marineren. Het gaat nu in de oven op 180 graden voor een uurtje. En als de kippetjes klaar zijn, dan ziet het er zo uit. Mama! Sam heeft dat. Jordi heeft dat. Jordi hoeft me niet vast te pakken, kom. En dit is mijn bordje. Nou, iedereen ligt te slapen, behalve Niels en ik. Mm-hmm. We hebben de boel opgeruimd. Alles staat klaar voor morgen. Dus de kinderen kunnen... Of ja, Jordi kan weer naar school. En Niels kan gaan werken. Maar ik zal jullie nog eventjes vertellen over hoe hectisch het was vrijdagochtend. Met Sam zijn buisjes. Ja, met Sam was het niet zo hectisch. Nee, maar ik moest... Ik heb dat allemaal gedaan. Ik moest Niels en Sam om 7:15 bij het ziekenhuis hebben staan... Alleen dan ziet Sam, of Liam ziet papa uit de auto gaan. Ja. Toen ben ik met geschreeuw Jordi naar school gaan brengen. En toen ben ik met geschreeuw Liam naar school gaan brengen. Toen zou ik eigenlijk naar de Helftheuvel gaan, maar ik kreeg buikpijn. Dus ik dacht, ja, maar dan ga ik eerst even naar huis en zoek het maar uit. Ik ga thuis kijken. Toen heb ik dat gedaan, want dat is in principe is dat als je het even grofweg bekijkt, zitten wij tussenin die scholen. Of tussenin het ziekenhuis en de school van Liam. Toen wilde ik dus weer naar de Helftheuvel gaan. Dus ik stond op de parkeerplaats van de Helftheuvel. Toen kreeg ik een berichtje van Niels. Ik ga nou Sam zijn schoenen aandoen. We zijn klaar. Dus ik ben toen niet naar de Helftheuvel gegaan. Ik ben toen weer in de auto gestapt. Toen ben ik Niels gaan halen en Sam.
En vanaf dat moment hebben jullie de vlog gezien. Dus het was echt een hectische ochtend. Ik vond het wel meevallen. Ja, jij hebt alleen in het ziekenhuis gezeten. Ik heb onder het genot van geschreeuw gezeten. Sam had het naar zijn zin daar. Ja, Sam vond het wel leuk. Maar die vond het ook niet heel erg, toch? Nee, alleen even huilen toen hij wakker werd. Ja. Maar dat was meer van dat hij niet weet... Waar dat hij is. Mm-hmm. Maar ja, toen was papa er en dan is het altijd goed bij onze jongens. En toen kan hij weer een beetje rondlopen en toen was het al gauw goed. Ja. Maar goed, dat zou ik jullie dus nog vertellen. Maar voor nu gaan wij bankhangen doen en niks bijzonders. Mm-hmm. En gaan we daarna lekker naar ons bedje toe. Ja. Dus. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.